Hallo allemaal, hier ben ik weer met een nieuw wiskundefilmpje. En deze is gebaseerd op een vraag die ik zag passeren in mijn uh, tijdlijn op Twitter van een ouder wiens kind een probleempje had met een vraag van de Wiskunde-Olympiade. En die vraag was deze, dus wat is het kleinste natuurlijk getal n dat groter is dan 0, waarvoor dat de bewering geldt dat als de getallen 1, 2, 3 tot en met n delers zijn van een natuurlijk getal, dan zijn n plus 1 en n plus 2 ook delers van dit getal. Nu, wanneer ik beweringen zoals deze onderzoek, dan wil ik eigenlijk nooit echt de antwoorden op voorhand weten, want ik wil dat zelf ontdekken. Maar het gaat over deelbaarheid en deelbaarheid en delers. Dat wil zeggen dat we gaan kijken naar primfactoren. De primgetallen spelen hier een heel grote rol in. Wanneer we over primfactoren spreken, dan gaan we een voorbeeld nemen. Bijvoorbeeld de delers van 38.220. Om daar de primfactoren van te zoeken gaan we een schematje maken. We gaan 38.220 opschrijven en we gaan dan een lijn trekken langs de rechterkant en we gaan kijken naar het kleinste priemgetal. Het kleinste priemgetal is 2, dus we gaan dat noteren langs de rechterzijde en dan gaan we 38.220 delen door 2. Dat is 19.110 en we gaan blijven delen door 2 totdat dat niet meer gaat. Dus 19.110 is nog steeds deelbaar door 2, dus dat gaan we nog eens doen. En dan komen we op 9.555. Dat is niet meer deelbaar door 2. Dus we gaan naar het volgende primgetal. Dat is 3. 3 is 9.555 deelbaar door 3. Alles optellen en kijken of dat deelbaar is door 3. 9 plus 15 is 24. 2 plus 4 is 6. Dat is deelbaar door 3. Dus ja, dat lukt. Dat is 3.185. Dat is niet meer deelbaar door 3. Dus dan gaan we naar het volgende primgetal. 5. Het eindigt op een 5 of een 0, dus ja, dat is deelbaar door 5,637. is dus niet meer deelbaar door 5, maar door 7 enzovoort. En dat gaan we dus blijven doen tot we elk primgetal gehad hebben en we uiteindelijk bij 1 zijn uitgekomen. Dan hebben we alle primfactoren, want langs de rechterzijde van die lijn staan nu die primfactoren. Dat wil zeggen, als we die getallen met elkaar gaan vermenigvuldigen, die primgetallen met elkaar vermenigvuldigen, dan krijgen we 38.220. En zo kunnen we dus ook al onze delers gaan vinden. Want alle delers van 38.220 zijn ook opgebouwd uit die getallen die daar staan, uit die verschillende priemgetallen. 2 bijvoorbeeld, 1 ja, is sowieso een deler van elk natuurlijk getal, dus hoeven we niet op te schrijven. 2 is een deler van 38.220, want dat staat gewoon in die lijst. 3 staat er ook gewoon in als factor, dus is zeker een deler. 4 is 2 maal 2. En kijk eens, we hebben hier 2 keer een 2 staan. Dus 2 maal 2. Dat is 4, en dat zit dus in de lijst. 5 staat er gewoon in. 6 dat is 2 maal 3 en 2 maal 3 staat in die lijst met priemfactoren. 7 staat er gewoon in, want dat is een priemgetal. 10 is 2 maal 5. En je merkt 8 is geen deler. Want 8 dat zou 2 maal 2 maal 2 zijn. Dat is dus 2 tot de derde. Maar er staan maar twee tweetjes in, dus 8 is geen deler van 38.220. 9 ook niet, want 9 is 3 x 3. En er staat maar één 3 in, dus 9 is geen deler. 10 wel. 12 is 2 x 2 x 3. En 13 is een primitaal. En zo gaat dat verder door. Dus 14 is een deler, want 2 en 7 staat erin. Enzovoort. Dat is nodig om de vraag te snappen, want als de getallen. 1 tot en met en deler zijn van een natuurlijk getal. Dat wil zeggen dat de voorwaarde is dat elk getal tot en met en een deler is. Dus dat moet zo zijn. Van een ander natuurlijk getal. Wat dat ander natuurlijk getal is, dat weten we niet, dat is onbekend. De vraag is: is dat ook nodig? Als een wiskundeleerkracht zoiets vraagt, is het antwoord meestal: nee. We gaan dat anders doen. We gaan eens kijken of we iets algemeen kunnen formuleren waardoor we weten dat. Als dat automatisch zo zou zijn, dan is het verder. We gaan kijken. We gaan beginnen met het kleinste natuurlijk getal. Dat is 1, maar dat is een deler van elk natuurlijk getal, dus we zijn geen stap verder. Het volgende getal, 2, is een priemgetal. En dat is een deler van elk even getal. Dus we zijn nog altijd geen stap verder. We hebben nog altijd heel veel mogelijke getallen. 3 is een priemgetal. Oké. Okay. 4 is geen primgetal meer. Maar als we nu kijken naar 1, 2 en 3, als een getal 1, 2 en 3 als delers heeft. Als we terugdenken aan onze primfactoren, dat wil zeggen dat 6 dan ook automatisch een deler moet zijn. Als dus we kijken, 6 heeft als delers 1, 2, 3 en 6. Er is geen enkel 6 is het kleinst mogelijke getal dat 1, 2, 3 als delers heeft. En automatisch is 6 ook een deler, want 2 en 3 zijn delers. En eigenlijk is dat vraagstuk daarop gebaseerd. We zoeken nu een getal n dat wanneer je die stapjes herhaalt, tot en met n, dat automatisch n plus 1 en n plus 2, dus de twee daarop volgende getallen, automatisch delers zijn van datzelfde getal. Daarvoor moet je eigenlijk niet echt weten wat dat getal is. We kunnen dat achterhalen, maar we gaan zien. 4 is een nieuw getal. We hebben tot hiertoe 1, 2 en 3. Dus 6 is automatisch een deler, maar 4 is 2 maal 2. Ik ga even mijn lijstje met primfactoren ernaast zetten om het even te kunnen bijhouden. Nu, welk getal is opgebouwd uit uh, de delers 1, 2, 3 en 4 en dus ook 6? Ja, dat is 12. Want als we nu omgekeerd redeneren, 3 maal 2 maal 2 is 12. En dat heeft dus. 1, 2, 3, 4 en 6 als delers. En 12 ook, want elk natuurlijk getal uh, heeft zichzelf als deler. 5 is een nieuw priemgetal. en dat staat niet in de lijst. Dus we gaan dat toevoegen aan onze lijst met priemfactoren. 6 was sowieso een deler, want 2 en 3 zijn delers. En het maakt nu voor ons niet uit welk getal we gaan bekomen, we gaan gewoon verder denken. 7, het volgende getal, is een primgetal. Dat is geen automatische deler van het volgende getal. Dus we gaan moeten blijven doorgaan. 7, voegen we toe aan ons lijstje. Het volgende getal is 8. 8 is 2 mal 2 maal 2. Die logica van daarnet verder trekkend. Hier staan nu maar 2 keer een 2, dus 8 zal geen deler zijn. Om een deler te hebben van dat getal, moeten we nog 1 keer een 2 erbij toevoegen. En als we dat doen, dan is 8 ook weer een deler van het getal dat we gaan bekomen als we deze vermenigvuldigen. 9 is 3 maal 3. Zelfde logica als bij de 8e. Hier staat maar 1 keer een 3 in. Dus willen we dat 9 een deler is, moeten we daar een 3 bij aan toevoegen. Als we dat gedaan hebben, dan gaan we zien het volgende getal, 10, is sowieso een deler, want 2 staat in de lijst en 5 staat in de lijst. Dus 10 is sowieso een deler. Het volgende getal 11 nog niet, want dat is een priemgetal. Dus moeten we ook weer toevoegen aan de lijst. Als we 11 hebben toegevoegd, gaan we kijken, 12, is dat een deler? Ja, want 12 is 2 x 2 x 3. 2 x 2 x 3 is 12. Dus 12 is al een deler. 13, dat is nog geen deler, dat is een priemgetal. Dus moeten we toevoegen. 14 is 2 x 7, 2 en 7 staat in de lijst. 14 is sowieso een deler. 15 is 3 ma 5, 3 en 5 staan in de lijst. Dus kijk eens. 14 en 15 zijn sowieso delers. Als we een getal vinden dat deelbaar is door 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13. Dan is 14 en 15 sowieso een deler. We hebben ons antwoord eigenlijk gevonden nu, hè? Als n gelijk is aan 13, dan zijn n plus 1 en n plus 2 automatisch delers van het kleinst mogelijke getal dat alle voorgaande gehele getallen als deler heeft. Dus als we kijken naar de mogelijke antwoorden, dan zien we 13 als juiste antwoord daartussen staan. Nu merk op dat we niet gezegd hebben over welk natuurlijk getal het gaat. Bij n is 13 geldt het nu voor eender welk natuurlijk getal dat 1, 2, 3 enzovoort als delers heeft. Dat 14 en 15 ook delers zijn van dat natuurlijke getal. Dat geldt voor eender welk natuurlijk getal dat die als delers heeft. Is dat bij 7 dan niet het geval? Tuurlijk wel. Want stel nu dat n 7 is, dan heb je het getal 5040. En de delers van 5040 zijn. 1 sowieso, maar ook. 2, 3. 4 is 2x2. 5 is een primfactor. 6 is 2 mal 3. 7 staat erin. 8 is 2 mal 2 mal 2. Staat erin. En 9 is 3 mal 3. Dus dat staat er ook in. Kijk eens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah ja, maar dan is 7 toch het juiste antwoord. Ja, 8 en 9 staan erin. Die bewering die klopt, maar enkel voor dat getal 5040. Stel nu dat dat getal 420 is. We gaan kijken. 420 is deelbaar door 1 tot en met 7, maar niet door 8 en 9. Dus de bewering geld, is niet geldig voor het getal 7. Het volstaat dus niet dat er één getal bestaat waarvoor dat de bewering geldt. Het moet gelden voor alle getallen die 1, 2, 3 enzovoort tot n en als delers hebben. En wij moeten dus niet weten welk getal dat het is. We weten enkel en alleen dat het kleinste getal waarvoor dat, dat ook zo is 13 is.